Hallo frisse kijkers van de Frisse Blik. Vandaag hebben we een stelling en dat is... Een goed baasje laat zijn hond nooit in de kluis. Ik ben trouwens Storm en hij is Floris. We gaan erachter komen hoe de mensen dit behandelen en wij zijn er mee eens. Vindt u dat wel goed? Nou, kijk, sommige hondjes die houden van een bench. En dan daar voelen ze zich veilig in. Dus dan kan het geen kwaad. Maar ja, ik weet niet precies hoe dat eruit ziet. Dus als ze echt opgesloten zitten en bang zijn, dan vind ik dat niet goed. Maar als ze het fijn vinden, dan... Ja, dank u wel. Dus kijk, als je een hok in een tuin hebt, dan denk ik niet dat je daar je hond de hele dag in moet stoppen. Daar ben ik het ook niet mee eens. Een hond moet ook zijn vrijheid hebben, toch? Daar ben ik het wel mee eens. En waarom bent u daarmee eens? Ik denk als je een hond goed opvoedt, dan is dat niet nodig. Nee, vind ik niet goed. Waarom? Omdat een hond hoort te rennen en vrij te zijn. Als je het in de kooi stopt, dan wordt het soms wals. En het is gewoon... Ik vind dat je geen enkel dier in een kooi moet stoppen. Daar ben ik het wel mee eens, ja. En waarom bent u daarmee eens? Nou, een hond die heeft beweging nodig. Dus om nou in een hok opgesloten te worden, dat past helemaal niet bij de natuur van het beestje. Ja, daar heeft hij helemaal gelijk in. Onze conclusie is dat bijna iedereen ermee eens is dat een goed baasjes hond niet in de kluis raakt. Ja, dat is helemaal waar. In een kooi.